Ja, ik ben Jesse Boscha. Ik sta op plek nummer 3 voor de SP in Overijssel. En ik hoop dat ik het leven voor de mensen in Overijssel net een stukje makkelijker kan maken. Wat is de reden dat je je verkiesbaar hebt gesteld voor de SP? Nou, dat gaat alweer een tijdje terug. Het komt eigenlijk door mijn familie. Ik zie hoe het rechtse beleid de economie heeft beïnvloed. Hoe de koopkracht is geworden. En daar word ik gewoon een beetje verdrietig van. En ik hoop dat ik dat op mijn eigen manier kan verbeteren. Jullie zijn een van de weinige partijen die in deze campagne kiest voor provinciale oplossingen. Hoe verklaar je dat? Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat kan verklaren. Het is eigenlijk meer aan de andere partijen. Mij verbaast het ook dat ze niet voor provinciale oplossingen gaan. Maar aan de ene kant snap ik dat ook wel, want dat is een beetje makkelijke politiek. Misschien zijn wij gewoon een partij die de echte oplossingen leveren. Wat zijn de speerpunten voor de SP in deze campagne? Dat is de nationalisatie van de energiesector en de nationalisatie van het OV. De nationalisatie van het OV is belangrijk, want zo kunnen we heel veel auto's van de weg halen. Het is gewoon een stuk efficiënter dan alle verschillende auto's op de snelweg. Zo haal je heel veel uitlaatgassen uit de lucht. Het is dus beter voor het klimaat. Ook op de top in Egypte werd al gezegd dat we 6 keer sneller moeten investeren in het OV als we de klimaatdoelen willen halen. Wij willen dus ook de energiesector nationaliseren. Dat willen we doen om de energiekosten voor de normale Nederlander terug te dringen. Dat gaan we doen door het geld wat naar de aandeelhouder zou gaan. Dat steken we terug in de zak van de Nederlander. Dan moeten er in Nederland altijd compromissen worden gesloten. Dat geldt ook voor de provinciale staten. Hoe blijf je overeind tussen alle andere partijen? Jazeker. Ik denk niet dat wij de nationalisatie van de energiesector of de nationalisatie van het OV zullen opgeven. Dat zijn onze twee hoofdpunten en die laten we niet zomaar vallen. Gaat het om het op weg zetten, zeg maar, van een aantal, gaat het jullie erom om het bewustzijn aan te wakkeren ten aanzien van een aantal punten? Dat is natuurlijk een bijeffect, maar dat is niet onze hoofdzaak. Onze hoofdzaak is gewoon om de macht weer terug te pakken. Om ervoor te zorgen dat de macht van de aandeelhouders en van de 1% teruggedrongen wordt. En dat de Nederlanders weer normaal kunnen leven. Hoeveel zetels verwachten jullie? Als je kijkt naar de peilingen, blijft het ongeveer gelijk. Ik ben positief, dus ik denk ergens rond de 4-5. Maar op dit moment hebben we 3 zetels, dus het zou me ook niet verwachten als we gewoon gelijk blijven. Dankjewel en veel succes. Ja, bedankt. Nog een fijne dag.